Er schijnt heel wat oneenigheid te zijn binnen het bondsbestuur van het Korps Brandweer Suriname. Men had veel verwacht van bondsvoorzitter John Seedorf, maar dat schijnt volgens de volgende sprekers, waaronder de heer Panka, niet het geval te zijn. Samen met drie andere leden geeft Panka aan wat er precies speelt binnen het bondsbestuur van het Korps Brandweer Suriname. We voeren nu naar dit verslag waarbij we een vraaggesprek hadden met een viertal leden van de bond. Als jullie je even voorstellen. Rogers. Velbloem. Panka. Narai. Heer Panka, met u beginnende. Wat is het probleem? Nou, het probleem is enorm. En als ik dat aangeef, dan wil ik beginnen met het vertrouwen dat grote delen van de bestuursleden hebben opgezegd in de voorzitter. Waarom eigenlijk zaken hebben zich de afgelopen periode voorgedaan wat wij niet graag wilden. Voor de verkiezing, tijdens en na de verkiezing kort, hebben wij aan de leden enkele zaken beloofd, waaronder goed bestuur vanuit de organisatie, verder een transparantie en nog enkele andere zaken. Maar wij zien dat dat nu niet meer aanwezig is. Het belangrijkste, we worden steeds geconfronteerd met zaken besijdens de statuten. Dus de statuten die vertrapt worden door de voorzitter. Ook wat betreft het financiële, dat een hithangijzer is, zien we dat er onregelmatigheden zich daar voordoen. En ondanks herhaaldelijk verzoeken, eerst vanuit de zijde van het bestuur, met name de bestuursleden, is het toch niet gelukt een opheldering te krijgen wat dat betreft. Dus we waren op den duur genoodzaakt en conform de statuten niet te werken. En dat heeft kwaad bloed gewekt bij de voorzitter. En een van de zaken die we hebben gedaan is namelijk correct een vergadering, bestuursvergadering, aanvragen waarop de voorzitter niet heeft gereageerd. In die vergadering wilden we gewoon eigenlijk opheldering, verduidelijking van situaties die zich voordoen binnen het bestuur en ook daarbuiten, want een geluiden die hoorden wij vanuit het veld, wat eigenlijk zich allemaal afspeelde binnen de organisatie. Maar dat heeft niet mogen baten. Dus de voorzitter heeft niet gereageerd op dat schrijven en de statuten die geven aan dat wij dan zelf, de aanvragers, zelf de vergadering mogen beleggen. En dat is zowel in het huishoudelijk reglement als in de statuten, maar het huishoudelijk reglement geeft het duidelijk terug. Artikel 3, lid 2 en 3. Mm-hmm. En het geeft daaraan dat het bestuur vergadert daartoe uitgenodigd door de voorzitter, zo dikwijls als nodig blijkt, doch tenminste eenmaal in de maand. En dat gebeurde al langer dan 3 maanden niet meer. En de voorzitter is verplicht terstond een vergadering van het bestuur te beleggen, indien tenminste 3 leden van het bestuur onder opgave van de te behandelen punten daartoe het verzoek tot hem richten. En dat is niet gebeurd. En artikel 3, lid 3 zegt, het bestuur kan, ongeacht het ter vergadering aanwezig aantal leden, dus er wordt niet gesproken of meerderheid of niet, ondanks wij in meerderheid waren, beslissingen nemen bij gewone meerderheid van stemmen. Mits de punten van behandeling trouwens ter kennis zijn gebracht van alle leden van het bestuur. En dat is ook gebeurd. En op basis daarvan hebben wij toen een vergadering belegd. En één agendapunt
ja, we zeggen niet is behandeld, want de verantwoordelijke was er ook niet, de penningmeester. Maar omdat dat een hithangijzer was en is, namelijk een verspilling van bondsgelden, moet ik het zo noemen, tot nu toe. En heeft het bestuur gemeen dan de bank te vragen de rekening te blokkeren tot nader orde. En met nader orde bedoelen wij in deze, totdat de ALV zich hierover uitspreekt. De bank heeft dat in eerste instantie gedaan, maar echter kwamen zij op hun beslissing terug en hebben ze de rekening geblokkeerd. Zij geven aan dat het intern conflict is en zij zich daar niet willen bemoeien. Dus dat is de stand van zaken nu. Het andere besluit dat de vergadering toen niet genomen is, naar de ALV te gaan, de ALV te informeren en dan een besluit laten nemen in deze. Maar het bestuur, Zeedorf, die is er toch met heel veel vertrouwen binnengehaald, of men had heel veel vertrouwen voor wat betreft het bestuur Zeedorf. Waar begon het mis te gaan? Klopt, met heel veel vertrouwen is het bestuur Zeedorf binnengehaald. De uitslag bij de verkiezingen die spreekboek Nederland. Maar zoals wij aangegeven hebben, wat wij aan de leden hebben beloofd, dat alleen willen we uitgevoerd zien. Maar echter blijkt dat er een andere agenda op tafel kwam. En als wij de voorzitter daarover spraken, dan was dat een rode lap op een. Ja. En welke agenda heeft de voorzitter dan? Nou, wij hebben afgesproken in van de zaken dat wij persoonlijke belangen een ver achter zouden laten, maar wij zien dat er persoonlijke belangen gediend worden. Kunt u dat staven middels een voorbeeld? Niet in depth, maar er is een bekendmaking de deur uitgekomen waarbij een bestuurslid benoemd is in een functie. En die afdeling bestaat niet eens. Dat is een van de zaken. Een andere zaak die ook speelde en die eigenlijk vertraging daarvoor heeft geholpen wat betreft de gesprekken met de minister, wat betreft wat wij de leden hadden beloofd, is eigenlijk een eigen loonriet, het uitstappen uit Visu. Maar we hebben kunnen constateren dat er dat van. Het wordt genoemd de groep HBO'ers, die ook anders genoemd worden, toehoorders, dat enkel dat prioriteiten had bij de voorzitter. En dat maakt dat leden ook eigenlijk in beroering kwamen, want dat wat wij hen hadden beloofd, dat prioriteit was, namelijk gaan voor die loonreeks, want dat speelde al vanaf het vorige bestuur. Dat maar niet van de grond kwam. Dus we proberen de leden koel te houden, rustig te houden en die informatie vanuit de voorzitter, dat de gesprekken spoedig op gaan komen, dat van de grond zou komen, maar dat vond helaas niet plaats. En niet lang geleden moet ik wel toegeven dat die gesprekken wel van start zijn gegaan met de directeur van Justitie en Politie. Kunt u wat duidelijker zijn voor wat betreft de financiële kant? Zijn er gelden die men niet kan verantwoorden? Of wat is er precies gebeurd met de contributiegelden van de leden? Bij overname hebben wij een kas overgenomen van het vorige bestuur. Met geld, zonder geld? Met geld, iets boven een ton. Maar na enkele maanden hoorden wij de geluiden vanuit het veld dat er flink werd gestuurd met die middelen. En wij vroegen de verantwoordelijke en de voorzitter verslag wat dat betreft, de financiële middelen. Want wij hadden ook afspraken gemaakt dat uitgaven door het bestuur gesanctioneerd zouden worden voordat ze werden gedaan. En
na heel hartelijke verzoeken dat ook kwaad bloed werkte bij de voorzitter. En dat was ook een van de redenen dat hij op den duur niet meer wilde vergaderen met het bestuur. Zijn wij op pad gegaan en het bleek waar te zijn. En op basis daarvan hebben wij dan de voorzitter gevraagd tekst en uitleg hierover te geven wat nimmer tot op heden niet is gebeurd. Dus de gelden zijn niet gebruikt ten behoeve van de leden? Groot deel daarvan niet. Groot deel daarvan niet. We moeten verstaan dat een groot deel, 1000, 5000. Als we een rekening van boven, een saldo sorry, van boven de ton hebben overgenomen van het vorige bestuur wat niet meer geheim was en er maandelijkse stortingen plaatsvinden en de voorzitter heeft het bij andere media zelf ook aangegeven dat op den duur de rekening een saldo vertoonde van 180 gulden. Dan begrijpt u dat het toch relatief om aardig wat geld gaat dan conform dat statuten verantwoord moet worden. En leden? Nu ze dat hebben vernomen of nu ze dat weten? Zijn zeer gebellig daarover. Dus ze zijn zeer gebellig. En zij willen ook antwoord. En vandaar die ALV onder andere. En voor wanneer is de ALV uitgeschreven? De ALV is door de vergadering, bestuursvergadering, uitgeschreven voor donderdag 7 november om 12 uur. En de voorzitter zal aanwezig zijn? Wij verwachten dat hij aanwezig zal zijn om tekst en uitleg te geven. Jullie hebben er eens, heren, die hier allemaal zitten, jullie hebben er eens deel uitgemaakt van het bestuur Zeedorf. We maken nog steeds deel uit van het bestuur Zeedorf. Ja, maar kunnen jullie nog door één deur? Misschien gaat dat moeilijk, maar de leden zullen bepalen of wij nog door één deur moeten gaan of niet. Ja. Dus dat laten we, omdat wij gaan ervan uit, we zijn in dienst van de leden als bestuursleden. Maar als er verdeeldheid is, heer Panka, nu in het bestuur zelf, neem ik aan dat dat zeer moeilijk zal zijn om de belangen van de leden te behartigen. Dus wat eisen de leden? Willen ze nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven? Ik denk dat op de vergadering van donderdag de leden daarover antwoord zullen geven. Zij zullen nu moeten inkomen. Wij als bestuursleden hebben aangegeven, geprobeerd de voorzitter op andere gedachten te brengen, wat niet gelukt is. Dus ik neem aan dat het nu de leden nu aanzetten zijn. Ja. Die gemeenschap is maar klein, heer Panka. Is het waar, want dat is wat buiten wordt gezegd, dat jullie gewoon erbuiten zijn? Jullie zijn als het ware... Ja, wat ook de geruchten doen... Ja, geen geruchten, maar de voorzitter heeft namelijk een handeling gepleegd dat ook in strijd is met de statuten om bestuursleden te schorsen. En die brief hebben we door middel van de tussenkomst van een deurwaarder ontvangen. En in die brief van de voorzitter verwijst hij naar een artikel, dagartikel. Ja, dus op grond waarvan heeft hij jullie, ja? Lid 2 van de statuten. Heeft hij gemeend ons te schorsen, maar ik ga het in extenso lezen. Het bestuur is bevoegd, let wel, het bestuur is bevoegd een voordracht te doen aan de algemene ledenvergadering een lid te royeren. En dan wordt er aangegeven in welk geval, indien dit lid handelingen pleegt in strijd met deze statuten, de reglementen of instrumenten krachtigens deze statuten en reglementen genomen besluiten. Handelingen pleegt in strijd met de belangen van de BBS of door zijn gedrag in de BBS gaat. Blijkt geeft doel en beginsel van de BBS niet of niet meer te onderschrijven. Artikel 4. En een ander artikel dat hij ook... Het huishoudelijk reglement. Dat artikel beschrijft de taken van de voorzitter. Namelijk, de voorzitter is in alle verenigingszaken de eerste persoon.
Bij officiële gelegenheden wordt de BPBS door hem vertegenwoordigd, tenzij door omstandigheden een andere vertegenwoordiging vereisen. De voorzitter ziet toe dat de overige bestuursleden hun functies naar beste weten vervullen en aan de functies verbonden werkzaamheden naar behoren uitvoeren. De overige bestuursleden zijn aan hem verantwoording schuldig. De voorzitter ziet toe voor de handhaving van goede orde. Binnen de BPBS ziet toe dat de statuten en het reglementen, de besluiten van de algemene ledenvergaderingen en van het bestuur strikt worden uitgevoerd en toegepast en dat ieder lid onpartijdig recht wedervaart. De voorzitter leidt bij behoudensontstentenis alle vergaderingen van de BPBS. Daarnaast hebben ze ook nog verwezen naar artikel 15, dat praat over geschillen. In geschillen tussen leden onderling beslist het bestuur. In geschillen tussen bestuursleden onderling beslist de voorzitter. In geschillen tussen leden en het bestuur beslist de algemene ledenvergadering. De partijen hebben zich bij uitspraken van meerderheid neer te leggen. De statuten praat overal over het bestuur, niet over de voorzitter. Er staat nergens aangegeven met uitzondering van het stuk dat als er geschillen zijn tussen bestuursleden, in dit geval is er geen geschil binnen het bestuur. Wat er wel is, is dat wij de vergaderingen hebben aangevraagd, dat we een vergadering hebben aangevraagd conform de statuten en het huishoudelijk reglement en dat hij een verplichting terzijde legt waarbij hij erop moet toezien dat de statuten en het huishoudelijk reglement richtig wordt toegepast. Ik ga toch nog even doorlezen. De voorzitter zorgt voor de handhaving van de goede orde binnen de BPBS. Ziet toe dat de statuten en reglementen, de besluiten van de algemene ledenvergadering en het bestuur strikt worden uitgevoerd. Maar dat hij een verplichting nu op zich heeft, en dat terzijde legt. Hoe moeten wij dan verder met zo'n voorzitter? Wij hebben hem vaker in bestuursvergaderingen gevraagd, laten we zaken doen conform de statuten. We hebben hem voorgehouden, we hebben gestreden voor transparantie, eerlijkheid, oprechtheid, behoorlijk bestuur. Die zaken waren zoek, anders hadden we geen verdeeldheid nu. En het is niet zo dat het de minderheid is die bepaalt over de meerderheid. In de statuten is het duidelijk aangegeven dat de meerderheid van het bestuur besluiten nemen. We hebben hem gevraagd om zaken voor te leggen aan het bestuur. Dat het bestuur gekend wordt. Wij kunnen niet met zaken geconfronteerd raken waarvan we geen weet hebben. Dus dat dit nu zo is, ligt niet aan ons. Jullie worden dingen achteraf. Precies, het bestuur is niet gekend in zaken. Dus informatie die ons bereikte, was een raadsel voor ons. Dat er hier vergaderd zou moeten worden, dat is over en duidelijk. Maar de voorzitter verscheen, op den duur verscheen helemaal niet. Ja. Wil betekenen dat jij je niet aan de regels houdt. Dan mag je zoveel praten over dat jij leiding hebt. Maar het is de meerderheid die nu ervoor gaat zorgen dat jij eruit gezet wordt. Want inderdaad, er is een artikel opgenomen in de in het huishoudelijk reglement. En dat is artikel 3 lid 10. En het geldt niet alleen voor leden. Indien een lid van het bestuur of de voorzitter blijken van ongeschiktheid geeft of herhaaldelijk zonder gegronde redenen zich aan zijn werkzaamheden onttrekt of zich anderszins aan plichtverzuim schuldig maakt, kan de voorzitter of het betrokken bestuurslid op voorstel van de meerderheid van het bestuur of op voorstel van tenminste 30 leden door de algemene ledenvergadering uit zijn functie worden ontheven. Dus als hij problemen had met ons bestuursleden, had hij dat
om te hanteren. Nu hebben wij dat nu, als wij dat willen toepassen. Omdat het hier is verankerd. Wij willen conform de statuut en het huishoudelijk reglement zaken doen. En we hebben altijd gezegd, we gaan zaken realiseren voor de leden en we kijken naar het algemeen belang. Maar als er gebeuren zaken, en dan vraag je jezelf of hebben we hiervoor gekozen, hebben we hiervoor gestreden. Dus dat is hem. Ja, u was in de functie van, in de bond? Ja, maar ik heb nooit de mogelijkheid gekregen om te mogen presenteren. Omdat de voorzitter iemand is die one-man show zaken doet. Hij wil altijd in de limelight zijn en we hebben hem eerlijk gezegd ook de mogelijkheid gegeven om dat te doen. Ik ben momenteel wel bezig met de opleiding, dus daar ben ik een beetje eruit. Maar ik hou mijn hoofd en neus altijd in om te horen hoe het gaat in regel en zeil. Maar je raakt geconfronteerd met zaken die bestuursleden dienen te weten, maar je krijgt het van buiten. Dat betekent je wordt niet gekend. En als je hem daarop confronteert, wordt hij boos. En hij werkt ook niet conform de statuten. Maar hij vindt dat wij niet conform de statuten zijn gehandelen. Hij pleegt een handeling hierbij waarbij hij ons schorst. Maar dat is niet conform de statuten gedaan. Uw functie binnen de bond? Ik ben sport, een secretaris sport en recreatie. Dus het plannen van en organiseren van activiteiten voor de leden. En heeft u het gevoel gehad dat u wel gekend werd door de heer Seedorf? Dus vanaf dag 1, je moet de mensen een tweede kans geven. En dat hebben we ook gedaan. Voor het bestuur was het misgegaan met meneer Seedorf. Ik ken het verhaal nog van die strijd tussen hem en meneer Palwakan. Wij dachten van, voor de verkiezing hadden we op stappen gaan en we hebben gesproken met de leden. En al die leden hebben dan goedkeuring gegeven dat meneer Seedorf terugkwam. We zijn toen naar hem gestapt, we hebben tot hem gesproken. Met die verstande dat een mens kan veranderen. Dat is helemaal niet gebleken. Dus vandaar, vanaf dag 1 zagen we dat het een one-man show was. Bij het formaliseren van het bestuur al was er al een kleine meningsverschil met betrekking tot die functies. We hebben toch het voordeel van de twijfel gegeven aan meneer Seedorf, omdat we voor het groter plaatje gingen. Namelijk die loons waarvoor we de leden hadden beloofd. Dus daarvoor gingen we dus wel die man voordeel van de twijfel geven. Op lang termijn zagen we van nee, het ging de verkeerde kant op. Eigen belangen, die vierde hoogte. En we zeiden van nee man, dat hebben we de leden niet beloofd. En de leden kwamen steeds naar ons toe om te vragen van wanneer worden onze lonen aangepakt of aangepast. We bleven maar aanhouden van het komt goed. Maar je kan niet jaar in jaar uit en dan aan de leden doorgeven dat het goed komt. Ze willen het merken. Dus ze zijn zelf op pad te gaan en zeggen van hé, de lonen die komen niet tot stand. Worden niet georganiseerd of er wordt niets daaraan gedaan. Maar onze contributiegelden die worden flink gesoupeerd. Dus vandaar dat we dachten van hé, we gaan zelf ook op onderzoek uit. En we zijn, omdat ik eigenlijk meer met het recreatieve belast was, zei ik van niets. Ik zei niets op dat moment, maar later dacht ik van, ik moet mijn stem ook laten horen, want de leden hebben ook op mij gestemd. Begrijpt u? Ik heb meer stemmen behaald dan die penningmeester zelf en die ondervoorzitter. Begrijpt u? Dus ik dacht van, hey, mijn stem moet ik dan laten horen. Anders ga ik dan in mijn verdere carrière dan de naam dragen van als degene die flink te keren gaat met de gelden van de leden. Dus vandaar, die ze ondersteunen aan de rest van het bestuur. En in het kader van hoor, wederhoor, zijn wij dan ook geweest op kantoor van bondsvoorzitter, de heer John Seedorf, waar wij begrepen dat de heer Seedorf niet binnen is. We hebben toen geprobeerd om telefonisch contact te hebben met de heer Seedorf, maar hij nam helemaal niet op en heeft er ook niet teruggebeld. Zo hebben wij dus van de zijde van bondsvoorzitter John Seedorf geen reactie kunnen krijgen, maar hopen alsnog op een reactie van bondsvoorzitter John Seedorf.